Noobie, wakker worden! Wakker worden, Noobie! Jongens, ik ben eruit! Ja, we hebben je opgesloten, Noobie. We gaan een spelletje doen en jij kan 64 dirt winnen. Oh, dat vind ik wel leuk. Dus we hebben je eigenlijk met een goede reden opgesloten, toch? Want je kan 64 dirt winnen. Ja, maar wat voor spelletje? Moet ik dan eenmaal hier doen zo de hele tijd? Nee, Noob. Het enige wat jij moet doen, is jij moet diamonds gaan zoeken. Diamonds? Heb ik niet! Daarom moet je ze gaan zoeken, ja. Diamond vindt, ja? Voordat wij jou killen, ja? Dan krijg jij 64 dirt! Oké, dat is wel de moeite waard. Maar als je dat niet lukt, als wij jou killen, dan krijg je helemaal niks. Nee! En dan ben je voor altijd opgesloten! Oh nee, niet voor altijd! Nee, niet voor altijd. Maar wel voor een dag. Dan hebben wij ook een keer rust. Voor een dag. Oké, dat vind ik wel een goede challenge. Maar jullie gaan toch niet winnen, want ik ben eigenlijk wel echt een super goede. Ja, oké, ik geloof er helemaal niks van. Maar Noobie, wij zien elke seconde waar jij bent, hè? Dus daar moet je wel op letten. Ja, want Giel, die heeft een kaart. Giel, laat de kaart zien. Ja, ik heb hier een mooie kaart naast me. En daar kan ik zien wat jij bent. Dus wij gaan jou zoeken en we gaan je vinden. Dat is ons idee. Ik ga dan heel hard rennen, dat jullie mij niet kunnen... Noobie, normaal geven we je 1 minuut voorsprong. Maar omdat jij er bent, krijg jij 2 minuten voorsprong. Dus Noobie, succes. Succes! Maak hem maar vrij! Rennen, Noob! Ik kan er niet uit! Nog één. De tijd is al ingegaan! Rennen, Noob! Oh nee! Ik moet rennen! Oh, ik heb wel tralies gekregen. En dat vind ik wel handig. Maar ik ga op zoek naar een diamond. En ik ga gewoon random hier in het portaal springen. Zodat ik ergens random terecht kom. Dat vind ik wel leuk. Oké. Let's go! Oké. Ik moet rennen. Hé, hier staat een crafting table. Oh, daar heb ik niks aan. Jongens, ik moet diamonds gaan zoeken. En diamonds gaan vinden eigenlijk. Ik moet ze niet alleen gaan zoeken. Maar waar gaan we heen? We gaan hier gewoon naar beneden, jongens. Dat vind ik een goed idee. Diamond zoeken, dan moet ik dus eerst een pickaxe halen. Oh nee, ik moet eerst een pickaxe maken. Daarvoor heb ik hout nodig, maar ik zit al vast. Oh nee, ik moest een pickaxe maken. Oh, en ik heb al zo vaak de fout gemaakt dat ik geen pickaxe heb gemaakt van hout. Dat ik iron wou hakken, maar dat was dan een pickaxe van hout. Oh nee. Oh, hey, ik vind hier gewoon een pickaxe. Dit is echt. Hoezo vind ik die nou? Oké, dit is goed, stenen pickaxe. En ik had al een crafting table gezien. Oh, dan moet ik dan snel een stenen pickaxe van maken. Daar moet ik dan iron. Dan ga ik toch nooit lukken, jongens, als ze me gaan vinden. Hout. Kom op, stokjes. Maar ik hoef geen crafting table mee te nemen, want ik kan dus gewoon iets doen wat niemand kan. Maar ik ga wel hout meenemen, zodat ik dat heel goed kan. Even kijken, dan moet ik iron hebben. Ik moet iron zoeken, want voor iron moet ik een diamond. Ik ga hier helemaal naar beneden, ze kunnen me toch niet vinden. Oké, naar beneden. Oké. Ik heb geen eten bij, maar ik kan gewoon dit doen. Iron, jongens. Maar ik moet eerst een... Hoe moet ik dat doen? Zo. Ik moet eerst hout maken, jongens. Dit gaat helemaal fout natuurlijk. Deze moet ik hebben. En dan moet ik stokjes maken. Stokjes. Maken. Haha, ik heb een stenen pickaxe gemaakt. En daarvoor kan ik natuurlijk iron hakken. Kijk, we hebben iron gevonden. Oké, hoeveel iron heb ik nodig? 3 in totaal. Kom op. Dit zijn er al 3. Oké, kan ik nou dit doen? Nee. Nee. Ik moet het over hebben. Oké. We moeten rennen, jongens. Als ik nou een diamond kan vinden, dan ga ik winnen. En ik wil een keertje winnen, jongens. Maar ik heb alleen nog mijn iron gevonden. Dan moet ik eigenlijk even een oven maken. Met de oven moet ik natuurlijk de iron gaan maken. Oké. Dit is al genoeg. Snel, Noob. Kom op, je moet snel werken. Want dit gaat goed. Oké, ik heb een oven gemaakt. Dan ga ik hier een oven neerzetten. Dan moet ik iets hebben om mijn oven te... Ik kan gewoon hout erin doen. Dat is veel handiger. Dat was mijn hout. Nee! Is dat wel genoeg? Heb ik niet ergens kool? Dat was nog beter geweest. Dadelijk gaan ze me vinden al. Want ze zitten hier dadelijk bij mij. Ik hoop niet dat ze in de buurt komen, jongens. Ah, ik hoor een potteman. Au. Ga weg. Ik had kool gezien. Ja, daar is kool. Dat kool heb ik nodig. Maar hier ben ik naar beneden gegaan. Dus dan kunnen ze me dadelijk snel vinden. Als ze hier in de buurt zijn. Dadelijk gaan ze hier ook naar beneden. Oké, ik moet...
veel verder naar beneden gaan. Als Noob van ons wint, hè jongens, dan moeten we ons echt diep schamen. Ja, dit inderdaad. Gaat niet gebeuren, dit gaat niet gebeuren. Absoluut niet. Dit mag echt niet jongens, gebeuren. Ik moet zeggen, ik zit hier op de map te kijken en het ziet er niet per se heel erg goed uit. Hij is, denk ik, nu iets van bomen aan het hakken of zo. Zo lijkt het in ieder geval. Ja, hij zit nog niet onder de grond, dan beweegt hij te snel voor. Hij gaat sowieso nog een paar keer dood. En, dit moet te doen zijn, kom op jongens. Weet hij überhaupt waar je diamonds kan vinden? Het zou me niks verbazen, jongens, als hij dadelijk diamonds hakt met een stenen pickaxe. Het zou me niks verbazen. Misschien dat hij diamonds gaat zoeken in een bos of zo, weet je wel? Dat hij denkt dat ze daar aan de bomen groeien. Ja, ik sta er niet van te kijken, oprecht niet. Weet je wat we moeten hopen? We moeten hopen dat hij een cave ingaat, dat hij diamonds ziet, alleen daarnaast staat dirt. En dan gaat hij sowieso voor de dirt. Ja, precies, precies. Ja, dat is waar. Ja, hij heeft nog maar een paar seconden en dan mogen wij bewegen. Ja. Ik hoop dat we een beetje in de buurt komen, jongens. Oh, ik ben er klaar voor. Oké, 3, 2, 1, de 2 minuten zijn om. Let's go! Go. Oké, we moeten gewoon gelijk naar de spawn toe. En dan moeten we in dat portaal springen en dan hopen dat we in de buurt komen van Noobspeler. Snel. Kiel, jij kan zien op de map. En dan, als we niet in de buurt zijn van Noobspeler, dan moeten we gewoon een paar keer in die portaal springen. Je weet maar nooit. Ja, inderdaad. Dat is wel het beste, denk ik, ja. Ja, dat is de tactiek. Als je afvraagt op welke server wij spelen, we spelen op play.kleurstad.nl. Jij kan ook op deze server spelen. En ja, jij kan hier dus ook survivalen. En dat is dus Noob nu ook aan het doen. En wij moeten hem tegenhouden voor een diamond halen. Dus let's go! Oké. Waar zijn we, Giel? Waar zijn we? Zijn we in de buurt? Ja, we zijn oprecht in de buurt. We zijn in de buurt. Waar? Welke kant moeten we op? Moeten we misschien even lopen? Dan kan jij zien op de kaart. Ja, we moeten deze kant op. Oké, wacht. Laten we gelijk even bomen hakken, jongens. Want we hebben wel gewoon tools nodig, natuurlijk. Als jij dat even gauw doet, ik ga alvast een beetje rondkijken, ja? Ja, als we allemaal een boom maken, dan zijn we toch sneller klaar. Of ga je nu al van me weglopen? Moeten we wel een beetje bij elkaar blijven. Heb je iemand, als iemand een pickaxe maakt, dan kunnen we misschien gelijk stenen tools maken. Dan gaat het wel een stuk sneller. Of hebben we eigenlijk, hebben we stenen tools nodig? Het is eigenlijk noob. Oh, wacht, hier is steen al. Heb iemand een pickaxe? Pickaxe? Nee, ik heb geen pickaxe. Je hebt toch net een pickaxe? Was de pro. De pro had een pickaxe, want die heeft net het ding opengehakt. Ja, ik craft er wel een. Zo, op. Oké, ik heb hier hout. In ieder geval moet je een craft. Het idee was dat één iemand maar een houten pickaxe maakt, zodat we stenen tools kunnen maken. Moet je stokjes hebben of zo? Ja, ik heb die iron pickaxe. Te laat. Jongens, de noob is aan het weglopen van ons, hè? Dus we moeten een beetje opschieten. Ja, ik weet het, maar je moet het toch even stenen zwaarder maken. Nee, hier, Giel, heb jij een steen? Kijk eens aan, ik heb een stenen zwaard. Zo, moet de pro nog een zwaard hebben? Maak maar een axe, Een ex, ik kan hem net maken. Sterker, zo. Dat heb ik geleerd van pro, maar toch maak ik altijd een zwaard eigenlijk. Zo. Kijk, alsjeblieft. Yes, dankjewel. Oké, en nu rennen, waar moeten we heen? Ja, we moeten weer de kant in waar we toen net heen liepen. Ik weet niet meer waar dat was. Dat is die kant. Waar we toen net heen liepen. Dan moeten we die kant op, niet die kant op de Giel. Ja, je hebt helemaal gelijk, Oké, dan moeten we hier het water oversteken, zie ik. Bootje maken. Nou, weer een boom hakken. Ja, het is niet zo lang stuk water, hoor. Hij heeft een ex natuurlijk. Het is niet zo lang stuk water, kom op. Nee, maar je bent sowieso snel. Met een bootje. Dat zullen we nog wel eens zien. Nou, Mick, kom maar bij mijn bootje dan. Ik heb al mijn eigen bootje gemaakt. Het is maar de noob, jongens. Kom op. Ik ben al bij de overkant. Wij kunnen verder vooruit. Giel, hup, stap in. Ja, hij is weer eigenwijs. Hij denkt dat zwemmen weer sneller is. Ja, dat scheelt helemaal niks. Doet hij lekker zijn eigen ding. Let's go. Hier de berg over? Ja, wij zijn toch eerder, Giel. We moeten de berg over. Ja. Oh jee. Moeten we de berg helemaal over? Jeetje. Zou Noob al een beetje ver zijn? Ik zit vast, jongens. Kom op. Auw! Nee, die pottenman! Oh, nee. Stop. Skak! Kom op, eigen ophalen. 3 eigen. Ja, dat is genoeg. Nee. Ik ga gewoon verder naar beneden, jongens. Dan gaan we naar de diamond. We gaan hier naar beneden. Heb ik nog genoeg? Oké, ik moet eten. Ik moet verder naar beneden, jongens. Helemaal naar beneden, zodat ze me niet kunnen vinden. En dan kan ik een diamond hakken. Kom op. Waar zitten ze? Oh nee, dat is Lapsie. Loelulululu. Oké, hier snel naar boven. Waar zitten ze? Oh, ze komen daar achter me aan, jongens. Ik ga hier door de grot heen. Rennen. Ik ga gewoon zo ver naar beneden dat ze me echt niet kunnen vinden. Oh, ze zitten al in de buurt, jongens. Of niet, zitten ze al in de buurt? Ik weet het niet. Daar gaan ze me vinden. Ik zit hier ook in een grot. Oh, ik moet een diamond hebben, jongens. Oké, akken. Kom op. We gaan de grot er doorheen. Ik moet diamonds. Nee, het loopt hier dood. Oh nee, ik ga hier naar beneden haken gewoon. kom op. Dit is niet slim wat ik gedaan heb, denk ik. Ik weet het niet. Oh, ik hoop dat ik zo een diamond tegenkom. Dat zou echt helemaal geweldig zijn. Oh, we moeten een iron pickaxe maken. Oké, dat kan ik wel. Kijk, ik maak stokjes heb ik. En dan heb ik... Hoep, 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 hoep.
op. Oh, ik ben echt geen noob meer. Oh, ik ben alleen wel bang. Kom op, kom op. Hak, 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 hak. Ik moet ergens heen, jongens. Jullie mogen mij niet vinden. Oh, waar zijn de rest, jongens? Oh, ik moet een diamond. Ik ga gewoon diamond hakken. Ik ga gewoon naar beneden. Dit is handig. Of niet? Ik weet het niet. Kom op, rennen, noob. Rennen, 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 rennen. Oh, nee. Waar moet ik heen? Oh, dit is helemaal niet handig om eigenlijk te gaan graven. Ik moet gewoon eigenlijk een diamond vinden. Maar als ze achter me aankomen... Oh, dan ben ik... Dan maken ze me... Dan maken ze me af. En dan ben ik... Heb ik verloren. Maar ik wil mijn deugd natuurlijk, want ik ga ook nog heel veel dingen van deugd maken. Dus hoe meer deugd, hoe beter. Oh, weet je wat ik ga doen? Ik ga dit dicht maken. Zo. Dan weet ze niet dat ik hier zit. Dit is zo slim gedaan. Kom op, noep. Oh, nee, 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 nee. Ik moet eigenlijk met de stenen pickaxe, maar dat gaat niet. Nee, nee, nee. De iron pickaxe moet ik de diamond mee hakken, want die fout heb ik... Die ga ik echt nooit meer maken, nee. Die fout ga ik nooit meer maken. Oh, we hebben goud. Nee, we moeten geen goud. We moeten diamonds, jongens. Oh, nee, 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 nee. Oké, ik moet naar een andere grot. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Oh, nee, hoe ga ik nou ooit diamonds zoeken, spinders? Ik weet het niet. Oh, ze zijn in de buurt. Oh, nee, oh, nee. Maar ik heb het wel dicht gedaan, dus ik weet niet of ze er aankomen. Kom op, diamond. Diamond, dit was niet slim. Om... Eigenlijk had ik gewoon diamonds in de grotten moeten zoeken. Maar ze kunnen me echt niet vinden zo, hoor. Uh-oh, ik hoor ze. Hoor ik ze? Ik hoor iets in de buurt. Kom op! Vinden! Diamond, diamond, diamond! Oh, nee, 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 nee! Oh, en ik zit gewoon in de grot te graven. Dit is helemaal niet handig, jongens. Oh, dit is gravel. Dat moet ik niet hebben. Ik moet diamonds hebben, jongens. Waar ga ik heen? Naar beneden? Oh, dit is niet handig. Nee, dit is allemaal gravel. Dat wil ik niet. Ik wil naar beneden. Oh, oh nee, dit is niet handig. Ah, nee! De gravel die valt eten naar beneden. Oh, ik ben echt... Oh, ik raak een beetje in paniek. Yo, dit is niet handig. Je zorgt er letterlijk voor dat ik niet naar boven kan. Kom maar. Hier. Oei. Ja, we moeten gewoon parkouren, joh. Ik kan natuurlijk niet de deur gebruiken, want dan moet ik aan de noob geven als hij gewonnen heeft. Ja, dat is zo. Zo, hoppakee. Ja, maar hij ziet het verschil tussen 64 en 1 dirt toch niet, dus. Nee, dat is waar. Ik hak wel meer dirt als ik het nodig heb. Hé, hey, jongens, schiet eens op. Ja, jongens. Op. Ik hiel die plaats overal blokken waar ik naar boven wil. Ja, maar anders kon ik ook niet naar boven. Nee, maar daardoor blokkeer je wel mijn route. Oepsie. Hiel, ga ik de goede kant nog op? Ja, je gaat nog zeker de goede kant op. Moeten we nog veel? Of ja, zijn we al in de buurt? Ja, we zijn in de buurt, ja. Oké, dus we zijn al gewoon bij de noob. Ja, nee, bijna. Het scheelt echt niks meer, maar hij staat wel stil. Dus dat betekent dat hij waarschijnlijk onder de grond zit. Moeten we berg ook weer naar beneden hier? Nou ja, ik hoop het wel, want ik ben al beneden. Ja, ik ook. Dus. Kom op, we zijn echt heel erg dichtbij aan het komen, jongens. We moeten een klein tandje naar links lopen. Ik ga zo snel lopen. Als ik kan. Ja, precies, bro. Je loopt nu recht op hem af. Oké. Ik moet even eten, jongens. Ik moet even eten, want ik kan niet meer rennen. Oké, ja. Oké. Wie heeft die schaap geschoren? Oh, ik val je naar beneden, joh. Nee. Oh, jeetje. Oké, Giel, jij moet wel echt bij ons blijven, want jij hebt de map. Anders kunnen we hem nooit vinden. Ik weet het. Ik kan jullie, als het moet, ook nog gewoon eventjes begeleiden, hè, naar de goede kant. Maar nee, je hebt helemaal gelijk. Oké, door. Ja, moeten we hier over de berg heen? Ja, we moeten hier naar boven. En volgens de map moet hij hier ergens op die berg staan of net voorbij die berg. Dat kan ik niet goed zien, want misschien kan geen is hoofd hierin. Zien. Misschien is hierin. Dat zou kunnen. Zou die hierin zijn? Dat zou zomaar kunnen. Ik denk dat zo is. Ik kom terug, want hij is niet hier op de berg. Even kijken, je kan hier wel helemaal naar binnen. Noobie, hallo? Oh, je kan hier helemaal naar beneden. Ik denk echt dat hij hier beneden is. Ik denk het echt. Dat lijkt me heel erg logisch. Bro, jij moet er ook bij zijn, want anders... Op de map zou het zomaar kunnen, maar het is zo stom dat je geen hoogte kan zien. Ik kom eraan. Ik was even boven de berg. Oké, ik ga deze kant kijken. Durf je naar beneden te vallen? Ik denk dat hij hier beneden is, toch? Noob, die snapt dat wel, dat diamonds beneden liggen. Huh? Oké, hij is nu dichter bij de pro in de buurt, zie ik. Hij is dichter bij mij. Dan betekent dat hij daar gewoon naar beneden is. We kunnen zijn name tag zien, hè, jongens. Let goed op. Ja, hij moet hier sowieso ergens naar beneden zijn gegaan. Ik ben op zoek. Maar de noob, die zal niet zoiets logisch doen, hè. Dan moet je niet vanuit gaan in ieder geval. Ja, maar jij zegt dat hij hier is, waar wij nu lopen. Ja. Dat zou moeten. Maar misschien is hij afgeschud of zo. Heeft hij ons afgeschud? Nou, dan is hij wel heel slim, joh. Ik ben gewoon hier helemaal naar beneden gegaan. Oh, hier, jongens. Ik zie hier een furnace. Het hoeft niet per se van de noob te zijn, maar... Jij bent echt helemaal de andere kant op, Giel. Ik weet niet waar je bent. Ik ben hierboven jullie. Oh, daar ben je. Kom op. Rennen. Oh, ze zitten in de buurt volgens mij. Oh, dat mogen ze niet. Ik moet eigenlijk gewoon een diamond vinden nou. Nou vind ik dat ik een diamond moet vinden. Nu ga ik een diamond vinden. Nee, als ik dit blokje weghaal,
Dan heb ik een diamond gevonden. Oh, kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op. Rennen, 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 rennen. Waar ga ik heen? Ik weet het niet. Jongens, ik ben maar gewoon... Ik ga gewoon naar beneden graven. En dan kom ik vanzelf wel ergens waar diamonds zitten. Oh, nee. Ze zitten in de buurt, jongens. Ik ben helemaal beneden. Dat gaan ze nooit raden waar ik ben. Dan gaan ze ook naar beneden graven. Oh, kom op. Ik moet wel in een grot terechtkomen waar diamonds zitten. Kom op, noep. Je kan dit. Oké, kom op. Waar gaan we heen? Oh, ik zit op de bedrock, jongens. Ik zit op de bedrock. Oké, ik ben dus helemaal naar beneden aan het gaan. Oh nee, dit is niet goed. Kom op, geef me één diamond, jongens. Geef me één diamond. Oh nee, ik zit helemaal beneden. Hallo? Daar komen ze achter me aan. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Ik ga het gewoon helemaal uithollen hier. En dan vind ik echt wel een diamond. Dat moet toch wel? Kom op. Kom op. Alles weg. Alles weg. Oh nee, dit is niet goed. Oké, ik ga dit zo niet winnen, jongens. Kom op, geef me één diamond. Oh, ik wil echt een diamond vinden, want ik wil wel de deugd. Want ja, ik heb al wel heel veel deugd, maar nog niet genoeg. Even kijken. Oh, dit gaat echt... Oh. Ik wil dit even helemaal weghakken, want hier moet toch... helemaal beneden moet toch wel een diamond zijn, zou je zeggen? Ik weet het niet. Kijk, want dit kan ik niet weghakken. Kom op. Oh, dit gaat niet snel genoeg. Ik moet deze pakken, deze pickaxe. Kom op. Noep. Geef mij een diamond. Ik ga gewoon allemaal weghakken. Dit is echt... Hier beneden zitten toch alle diamonds? Helemaal beneden. Dat weten jullie toch ook wel? Want hier heb ik ooit een diamond gevonden. Oh, nee. Kom op. Hakken. Kom op, je moet toch wel ergens een diamond zitten, zou je zeggen. Oh, nee, kom op. Sneller. Oh, dan heb ik wel heel veel andere stenen. En, oh, ah, dit is de redstone. Dit is niet goed. Nee, dat had ik niet nodig. Kom op. Geef me ergens een diamond, jongens. Ik wil een diamond. Nog een paar weghakken. Ik weet zeker dat ik ergens een diamond moet zitten. Kijk dan hoeveel ik al weghakt heb, jongens. Oh, nee. Waar is een diamond? Oh, hier is een diamond. Yes, ik heb een diamond gevonden. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Ik ben zo goed. Oké, we gaan hem alleen nog maar even weghakken. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Oh nee. Ja, Mick, kom. Kijk, aan deze kant, als we hier doorlopen, dan staat er hier dus een oven. Er staat hier ook een skelet. Een bosserman. Ja, we moeten snel naar beneden. Als daar een oven staat, dan heeft hij duidelijk al een iron pickaxe. Ja, dan is hij dus toch gewoon verder gegaan. Ja, nou, je kan hier bij mij naar beneden. Ja, ik zag de oven. Maar Giel, we moeten hem killen. Ja, oké, je hebt gelijk. Okay. Mick, kom naar mij toe. We kunnen hier verder naar beneden. Ik kom weer naar beneden. Auw! Oké, ja, we gaan hier gewoon naar beneden. Helemaal naar beneden. Ja, maar je moet wel de map in de gaten houden, of die in de buurt is. Ja. Hij is zeker in de buurt, jongens. Maar moeten we deze kant op als je gewoon heel veel inzoomt? Welke kant moeten we op? Ik kan nu niet meer inzoomen. Even kijken. Ja, we lopen wel een beetje een andere kant op. Maar ja, met deze caves kun je dat gewoon niet zo goed zien. Maar je weet wel een beetje of we noord, zuid, oost... Iets. We zitten nog niet op hem, pro toch? Pro zit er meest dichtbij. Waar is de pro nu? Ik zit hier een stukje boven. Wat? Ben ik recht op hem nou? Ja, je bent echt recht op hem. Oké, ik ga gewoon naar beneden graven. Ja, groot gelijk. Ik weet niet of dat een goed idee is. Pro, straks val je in de lava. Au! Giel, ja, jongen! Ik neem het risico. Giel die duwde mij ook gewoon erin. Sorry. Giel, moet je niet op een gegeven moment ook gewoon meegaan? Want... Nee, oké. Is wel heel hoog. Jij durft. Ik ben echt bang dat we in lava vallen, jongens. Ja, ik ook heel erg. Ik zie zijn nametag! Oh ja, ik zie ook zijn nametag. Noobie, ik zie een nametag! We komen er zo, je hoort ons zelf al. Het is hem. Oké, hij hoort ons. Dan zijn we echt heel dichtbij. Nee. Hakken, bro! Hakken! Ik ga zo snel als ik kan. Nee, maar ik heb gewonnen, jongens. Heb je al een diamond gehakt? Ja, ik heb hem wel gevonden. Nee, je moet hem hakken, Noobie. Ik had een iron pickaxe en die ging net kapot toen ik de diamond Nee. Dus nou, ik dan opschieten. Maar hakken met Noobie. Een stenen pickaxe. Je beseft ook dat je ook al weg... Noobie! Nee, ik heb meer! Kijk, ik heb hem gevonden! Ja! Ja!
We hadden oprecht bijna verloren. Als hij een Iron Pickaxe had, jongens, dan hadden we gewoon verloren van de Noob. Oh, jeetje. Nou, gelukkig heb ik een Iron Pickaxe, dus ik neem hem lekker mee. Nou, hij heeft wel weer gewonnen. Weet je, ik geef Noob alsnog 64 dirt. Ik vind het een beetje zielig. Ja, groot gelijk. Vond je dit nou een leuke video? Dan vind je dit ook een hele leuke video. Ja, dit is namelijk de vorige survival. Dus klik er snel op. En wil je nou ook op onze server spelen? Ga dan even naar play.coolstuff.nl. En dan kan je zelf op deze fantastische microserver spelen. En dan zeg ik zoals altijd, Mick out.